Hallo iedereen, welkom bij Jij Goed het Beste en vandaag... Oh no, it's Mario. En kijk, nu krijgen we in deze episode gaan we beginnen met chapter 4. En gaan we ook echt met Zeitgeist vechten, dat is wel handig. Ik haat die dingen. Daarom ga ik gewoon lekker met ze vechten. Dit is een toybox. Ze heet wel de toybox. Zie je wel? Vadersprong Mario. Echt heel geval. Maar ik ben zelf een beetje vergeten hoe dit allemaal werkt. Ben, weet jij het nog? Nou, een Goomba kunnen we wel aan, hè? Ik denk sowieso die rem. Oh, dan gaat hij zich even schamen. Het lukt me niet. Ja, hè? Oh, wacht, zullen die aanvallen? Geen idee. Oh, heel nice. Oh, goed zo. Mogen we gewoon smack? Ja, hè? Smack. Als je face hebt, in je face. Ja. Nou, je hebt vast wel een gezicht. Ja, nou, het is mislukt. Dus daarom je hoeft niet twee keer te springen. En daar gaat hij hoor. Wow, smack, 6 star points. Nog maar iets van 90 te gaan. Oh, hier is, ik weet, hier, dit duidt gewoon ergens naartoe, hè? Nee, dus. Ik heb zo gevoel dat dit gewoon een babychat is. Nou, dat moet het ook een beetje voorstellen. Toybox. Wat je? Oh, ik haat die dingen zo erg. We kunnen. Nee, dit is gewoon een of paal van het spel. Oh wacht, er zat toch iets? Ja, er staat iets. Op een letter. Ja, sowieso, ze zijn allebei welkom. Ja, kijk, nog beter, de startpiece. Weer met de koelen slaan. Ja. Kan ook van naar beneden vallen. Nee hoor, dat zal het. Dan moest ik dit dan weer lopen. Ah ja, dat is een. Oh wacht, ik kan beter deze wat verder klimmen. Wie zien dat er drie verschillende soorten poedels bestaan? En de kleinste heet een toypoedel. Toypoedel. Oh ja. Goh. Je weet nu. Je weet nu. Ik heb echt een boekje. Oké, moet ik. Er zijn wel meer dingen die ik andere dingen die moet weten, weet je. Koop ze nu absoluut niet voor geldverspilling bij de. C1000. Ja, C1000. Dat is het. Nee. Het is me ooit gelukt. Voor de makkelijkheid nou. Dit is niet bepaald makkelijk hoor. Nou, het is wel makkelijker. Ah kijk, oh, dat wilde ik even zien. Gewoon meerdere zijn. Gewoon niet te hard zijn voor hem, hij is al lelijk genoeg. Oh, krijg je sorry. En dan is al pauze zo. Helemaal rage quit met zijn gezicht.
lijkt me wel. Ja. Maar hij komt natuurlijk ook uit chapter 1. Dus ja, nou, dan mag je nog best wel 1 star piece geven hoor. Ja, kijk even. Oké, wat we ook zouden doen, hij was toch dood gegaan. Aangezien we die boost hebben en die ik extra. Ik kan me nog chapter 1 herinneren. Moeilijk, hè? Nee. Echt zo moeilijk. Je geeft het toe, het is moeilijk. Zeg ik nou dat het niet moeilijk was? Oh, daar kan baby weer niet tegen. zie ik dat er gesaved steekt? Ja, nice. Oh, ze was op 5 minuten. Ja, dit kan nog wel langer door. Toch, Ben? Ja. Oh, nee. Hele kutweetje. Ja, goed. We kunnen zelf niet staan doen dat het zo lelijk zit. Ja. Ja, oh, dit gaat nog lukken ook. Misschien. Ik wilde eigenlijk zeggen Starstorm. Nee. Ik krijg maar 1 HP weg. Eigenlijk 2. Of dan maakt het niet uit. Die zag ik niet aankomen, hè? Nee. Goed, nou, kun jij die 2 anders doen? Dan doet, hoe heet dat, die eerste. Wat de tweede, wat is er zo moeilijk aan de eerste en de tweede? En dan doen boede is dat? Ja. Nou, wat jij wil. Ze zijn allebei even lelijk. Mij is ooit verteld dat dezelfde Shy Guy altijd dezelfde aanvallen doet. Dus ik weet niet wat jij moeilijker vond. Nou. Maar dat is de reden dat ik dat even zei, snap je? Wat jij moeilijker vond. Goed. Kijk, als de hele... Oh, die gast heeft 50 flikkende levens, weet je nog? Wat zat er in die ding? Een hele goeie. Ja. Ik weet niet wat handig is. Ik wil eigenlijk wel aangaan. Eigenlijk heb ik heel veel zin om aan te gaan. Ik ben alleen bang dat we dan doodgaan, weet je wel, aan zo'n bosbattle. Maar we hebben de hard overleefd, dus waarom deze niet? Ja. Ik weet niet wat, nee, ik moet even niet. Waarschijnlijk wel? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat we nodig hebben. En de calculator ook voor starpies. Ja, waarom? Het zit toch heel hard te slaan, te ownen. Maar ik zag het niet op het goede moment. Je hoorde het op het goede moment. Ik heb het gehoord, maar niet op het goede moment. Ik hoorde het uitgeklikt. De wereld werkt namelijk door. En dat is echt fout. Wow. Ik vind het wel lastig dat ze dat zo hebben gekozen dat ze gewoon uit elkaar vallen als ze doodgaan. En dat vind ik wel heel bas. Iedereen doet nu zo op, weet je wel. Nu deed je lekker vast. Je kan het wel opeten, hè? Ja. Hey, bedankt voor het kijken naar de einde van de part. Bye. Koos gewoon. Doei.